Yo iedereen, welkom weer bij een gloednieuwe video. In deze video wil ik jullie precies laten zien hoe je door de RDW-keuring kan komen. Er zijn een aantal strikte eisen waar je scooter aan moet voldoen en die gaan we even één voor één gaan we die doorlopen. Deze video gaan we opsplitsen in een aantal hoofdstukken. We gaan beginnen bij het algemeen. Daarna gaan we door naar de verlichting, dan naar de banden en dan gaan we kijken naar de remmen. Dus gaan we gelijk beginnen. En het eerste dingetje wat we gaan checken bij algemeen is de klaxon. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten waar de klaxon zit. Elk dingetje dat ik hier beschrijf moet goed zijn aan je scooter, want anders heb je gewoon een grote kans dat je niet door de RDW-keuring komt. Dus laten we de klaxon even checken. Oké, de klaxon zit natuurlijk op het stuur. En wat doen we? We draaien even de contact om. Dan hebben we hier de knop. Nou, dit doet het prima. Dus dan kunnen we gelijk door naar het volgende. Het volgende wat we gaan checken is of er geen speling is op de voorvork en geen speling is op het achterwiel. Als er wel speling op zit, betekent het gewoon dat je oude spullen hebt of kapotte onderdelen hebt. Dat kan natuurlijk een onveilige situatie creëren, dus dat moeten ze bij het RDW echt niet hebben. Ik heb hier natuurlijk de SP-vork. De lagers die in de SP-vork vaak kapot gaan is de lager in de wielnaaf. Nou, om die te checken, doe je stuur helemaal naar rechts of naar links, maakt niet zoveel uit. En dan doe je één hand hier, één hand zo. En dan duw je hem zeg maar even. Nou, en dan eigenlijk waar je naar op zoek bent is een soort klikje of ja, je voelt zeg maar dat er iets los zit. Nou, ik voel hier niks. Dan test ik de andere kant ook even voor de zekerheid. Nou, dat is perfect. Je voor- en achterwiel mogen ook niet te veel aanlopen. Een klein buitje maakt niet uit, want je kan er nog mee wegkomen. Dus wat je doet is je tilt de voorkant van je scooter even op. Prima uit. Nou, voor het achterwiel geldt natuurlijk precies hetzelfde. Er mag geen speling op zitten en hij moet ook goed draaien. Dit geluid, dat is gewoon je vertanding, dat hoort. Waar je naar op zoek bent is deze speling. Nou, ik voel hier niks. Ik draai hem even rond. Perfect. Nou, het volgende wat je nodig hebt is een linkerspiegel. Nou, ik heb, zoals je ziet, ik heb die niet. Ik heb ervoor gekozen om geen spiegels te doen. Maar als je naar het RDW gaat, moet je zeker weten een linkerspiegel hebben. Het volgende wat moet werken is de snelheidsmeter. Dus de kilometertellerkabel moet goed zijn, de teller zelf moet goed zijn. We kunnen zo makkelijk testen door gewoon de scooter even te rollen. Werkt die niet en dan heb je eigenlijk gelijk een afkeur. Het volgende wat je moet gaan checken is de verlichting. Nou, je ziet hier dat ik Power One heb. De discussie is best wel vaak van mag het nou wel of mag het niet bij het RDW. In principe is het geen probleem. Zolang de kniplichten maar gewoon werken, dat is het belangrijkste. En het allerbelangrijkste is dat je remlicht, je achterlicht en dat je voorlicht het werkt. Dus dat gaan we nu even checken. Nou, je voorlicht test je natuurlijk door de scooter even te starten. Nou, die doen het allebei perfect. Nou, eerst even het remlicht. Nou, dit doen we perfect. De andere remhendel doen het ook. En zoals je zag, dit achterlicht ook, dus dat is perfect. Dan checken we nu nog even het knipperlicht. Werkt. Nou, dit doet. En de achterkant doet het ook prima. Daarna check je even of je alle reflectoren hebt. Nou, je hebt hierachter heb je een reflector. De linkerkant heb je er ook één. Aan de andere kant natuurlijk ook eentje. De zijkant moet dus oranje zijn en de achterkant dus rood. Heb je dat? Geen stress. Wat ook belangrijk is om te checken is de kwaliteit van je banden. Zijn ze nog goed? Zijn ze te versleten? Hoe kan je nou zien dat ze nog goed zijn? Kijk goed naar het profiel. Het beste wat je kan doen is eigenlijk als je twijfelt gewoon nieuwe banden erop zetten. Weet je, het is 50 euro of zo, maar dan heb je wel gewoon verse banden en dan weet je wel dat het goed is. Deze zouden in principe gewoon door de keuring kunnen. Er zit nog voldoende profiel op. En dat is voor het achterwiel en voor het voorwiel natuurlijk allebei van belang. Check je banden ook even op scheuren. Soms kan je profiel nogal goed zijn, maar als het oude banden zijn, zijn ze vaak verdroogd. En dan gaan ze uiteindelijk scheuren. Nou, dat is ook een afkeurpunt. Dus ook erg belangrijk om dat even te checken. En het profiel moet minimaal 1 mm zijn. Dus het minder dan 1 mm heb je gewoon gelijk een afkeur. Dus je kan het altijd even afmeten, maar je kan het ook even schatten. Weet je, dit is ongeveer, weet ik veel, 2-3 mm. Dus dat is perfect. Wat we nu even gaan checken is, we gaan de voorrem gaan checken en we gaan de achterrem checken. Dit is natuurlijk het belangrijkste. Je stopkracht is natuurlijk voor de veiligheid is dat gewoon heel erg belangrijk. Dus hoe ik dat altijd check is, ik haal het even van de voorstandaard af. Ik wil de voorband even testen. Ja, je ziet dat hij gewoon gelijk... Als het ware. Dus deze
Als je gewoon grip hebt, heeft hij genoeg stopkracht. Testen we het achterwiel even. Nou, precies hetzelfde verhaal. Blokkeert gelijk. Dus deze remmen zijn goed. Het laatste wat je moet checken is natuurlijk de snelheid van de scooter. Ga je een bromfiets keuren, dan moet hij natuurlijk 45 lopen. De perfecte snelheid is 50. Je hebt een marge van 9 kilometer, dus max mag hij 54 lopen. Ga daar gewoon even 4 kilometer onder zitten, 50. En dan heb je het perfect. Dit kan je doen met een Vario, met een Vario ring, met een carburateur. Je kan een 12 mm carburateur monteren. Je kan natuurlijk ook gewoon hele zware rollen doen. Maar ja, dan heb je ook nog wel de kans op de rollenbank dat hij toch vooruit schiet. Dus het beste wat je kan doen is gewoon een Vario ring, dan weet je dat die goed is. Weet je, die hoge toer, dat maakt niet uit. Zolang die maar gewoon 45 tot 50 gaat, dan zit je gewoon safe. Oké, dames en heren, ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Ik heb best wel vaak de vraag gekregen van wat zijn nou eigenlijk de eisen? Nou, bij deze. Zoals ik al zei, check even in de beschrijving, daar staat het volledige lijstje. Dat kan je makkelijk bij de hand houden als je het zelf gaat checken. En dat is het weer voor deze video. Zoals ik al zei, ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Dat jullie er wat wijzer van zijn geworden. En ja, ik zie jullie in de volgende. Laters.